Lars Veldwijk, de wedstrijd tegen Twente komt eraan. Veel pers hier aanwezig. Dat betekent wel dat het een hele belangrijke wedstrijd is voor jullie. Ja, dat is duidelijk. We zijn goed de winterstop ingegaan. Alleen na de winterstop hebben we de vorm niet weten te vinden. En ondertussen gaat het 8 punten. En, ja, dat kan 5 worden of 11. En wij weten dat dit een alles of niet wedstrijd is. Ja, een do or die wedstrijd. Hoe bereid je daarop voor? Eigenlijk gewoon zoals je altijd moet doen. Je weet dat het een beladen wedstrijd gaat worden. Je ziet het vandaag met de pers en morgen zal het stadion niet uitverkocht zijn. Alleen we zijn thuis wel ongeslagen, dus we moeten daar ook veel vertrouwen in hebben. Het is niet dat wij slecht voetbal spelen, alleen de wedstrijd vallen onze kanten niet op. De druk staat erop, dat weten we. Als je morgen verliest, dan kan je het kampioenschap uit je hoofd zetten en dat is wel duidelijk bij ons. Je zegt het valt niet onze kant op, maar het is ook geen toeval toch dat jullie voorsprong, dat je iedere keer een voorsprong eigenlijk uit handen geeft? Nee, dat is zo. Dat beetje geluk of mentaliteit missen wij op dit moment. Daar hebben we ook... Een groot verschil, toch? Beetje geluk en mentaliteit? Ja, alleen je kan niet altijd zeggen dat het aan de mentaliteit ligt. Ik denk als je ziet hoe wij de wedstrijden ingaan en hoe wij spelen. Je maakt 3 goals bij Cambuur, je maakt er 2 uit bij Volendam. Dat moet normaal gesproken ook wel genoeg zijn voor een overwinning. Alleen op dit moment krijgen wij de goals te makkelijk tegen. Terwijl voor de winterstop misschien minder aantrekkelijk voetbal speelden. Alleen dan hadden we wel vaker de 0. Jullie dat wel vaker in het seizoen, hè? Dat jullie dan een kwartiertje of 20 minuten eventjes inzakten. Dan kregen jullie vaak wel een tegengoal. En nu was dan in de laatste minuten, dus kon je het ook niet meer goed maken. Henk Vreese zei, ja, mijn team herkent die momenten gewoon niet in de wedstrijd. Vind je dat ook? Ja, ik denk dat we al eerder de wedstrijd, als je naar vorige week kijkt, maar hadden moeten killen. En dan is de wedstrijd gewoon klaar en is er niks aan de hand. Win je misschien 3-4-0 uit bij Volendam en is iedereen tevreden. Alleen helaas gebeurt dat niet en hebben wij een corner en uit de corner krijgen wij een goal tegen. Een corner voor ons, een afhandende corner en dan krijgen wij een counter uit tegen en is de wedstrijd opeens weer spannend. Is het trainbaar zoiets? Kun je zoiets trainen of is dat gewoon mentaal? Ja, en zit dat gewoon in de kopjes? Het is mentaal, maar we hebben ook een jonge ploeg met hele grote talenten en die moeten daarvan leren. Ja. En het is wel zaak gewoon dat jullie, want ja, wat je zei al, hè, do or die, maar thuis dan weer ongeslagen nog en uit weer problemen. Ja, hoe verklaar je die verschillen? Ja, wisten we het maar. Dan hadden wij misschien nu bovenaan gestaan. Want wat je zegt, thuis zijn we heel goed en heel sterk. En uit moet ik zeggen dat er na de winterstop een stuk beter is. Alleen nog zonder resultaat. Ja. En dan inderdaad thuis, uitverkocht huis. Jullie hebben ook voor mij de prijs gewonnen van de supporters die het meest tevreden waren van allemaal. Ja. En toch staan jullie 5e. Ja, het is heel teleurstellend. Als je kijkt naar de eerste seizoen zelf, was het heel goed. We hebben alleen thuis tegen PSV toen punten laten liggen. En voor de rest gaat alles eigenlijk heel goed. We zijn ook heel dankbaar dat de supporters ons blijven steunen. Ook nu nog steeds. En morgen uitverkocht huis. Dat is bijna het hele seizoen al zo. Dus daar zijn we heel blij en dankbaar voor. En Twente, die uitwedstrijd, die verloren jullie. Maar die speelden jullie eigenlijk heel goed, toch? Ja, zeker. Het is wel anders natuurlijk. We hebben spelers erbij gekregen. Wij hebben nog wat andere spelers. Maar als we kijken naar de eerste wedstrijd, mogen we zeker tevreden zijn hoe we daar erop stonden. Alleen, het feit is nu wel dat we 8 punten achter staan. En morgen is gewoon een alles of niet wedstrijd. Verwijt jij jezelf ook nog iets, bijvoorbeeld tegen Volendam, dat je zegt we moeten de wedstrijd killen, dat jij ook de kansen moet afmaken? Nee, tuurlijk. Uit bij Telstar, uit bij Volendam ben ik niet tot scoren gekomen. Dat is vervelend, zeker als je wel kansen krijgt. Ik heb die kans gehad, alleen op dit moment vallen ze voor mij ook net niet goed tegen Volendam onderkant lat. Tegen Telstar pakte de keeper een bal. Dat neem ik mezelf kwalijk, alleen je kan niet altijd tegen 4e man zijn. Wat verwacht je voor wedstrijd morgen? Voor ons zal het niet anders zijn dan de andere thuiswedstrijden. We moeten er volop klappen, we moeten Sparta ware voetbal laten zien. Het gaat door elkaar klinken, maar misschien mag het ook wel met lelijk en ander voetbal. Maar het enige voor ons stelt is 3 punten.